Deze week vond de vierde editie van de Talent Days plaats in Anderlecht. 500 spelertjes tussen 8 en 11 jaar oud kwamen uit heel België afgezakt. De namiddag had maar één doel, de talenten vanaf jonge leeftijd kunnen ontdekken. Allemaal een gezichtje naar daar. Zeg het hem dat je met hem wisselt en hij mag naar de kant komen. Il faut être réaliste, il faut être honnête et objectif. Il n'y en a pas beaucoup qui risquent de très vite rejoindre le centre de formation, mais si déjà d'un côté on a pu ouvrir les portes du centre de formation, le plus élogieux du pays à tous ces jeunes, c'est déjà leur donner une partie de bonheur. Et si quelques-uns, et nous on se fixe toujours un objectif de 10% qui vont survivre à la sélection, et puis de ces 10%, encore une fois 10%, ce qui nous ramène à 6 éléments, si on parvient à introduire 6 éléments à travers les Talent Days dans le centre de formation, c'est toujours une très bonne opération. Een toekomstig supertalent herkennen tussen zoveel deelnemers is niet voor iedereen weggelegd. Het is net zoals het zoeken naar een speld in een hooiberg. Een speeltje zonder bal gaat zich bijvoorbeeld vrijlopen, vraagt die bal, neemt die goed aan, die bal springt niet weg. Die kan die bal behandelen, rechts en links voeten eventueel, maar die kijkt ook al wie vrij staat. En hij geeft de bal en hij vraagt hem terug. Dat zijn dus elementen die in het moderne voetbal heel veel aan bod komen. Hè. Binnenkant, buitenkant, voet, door elkaar lopen. Oké, kom maar. Tak, bij Brugge, vast, tak. Goed, we doen gewoon zo. Vol laten maken, vast, helemaal. Anderlecht heeft misschien zijn toekomstige toptalenten gevonden en wij hebben misschien al met hen kunnen praten. D'abord, on faisait des petits entraînements et puis on faisait des matchs et ils regardaient, c'était trop chouette. We hebben leren dribbelen en leren passen. En wie is jouw favoriete speler? Mitrovic. En het zijn niet enkel de kinderen die van deze dag kunnen genieten. De vele ouders waren vooral heel fier op hun kleine jongens. Ik ben gewoon trots dat hij sport doet, dat hij buiten is, dat hij beweegt en dat hij zich amuseert. En dat hij misschien ooit voor Anderlecht speelt? Dat is zijn droom. Dat is niet per definitie mijn droom, maar als het zo is, prachtig. Personnellement, je ne veux pas dire que c'est une fierté, mais ça pourrait être dans les futures années, oui. Wat een plezier heeft hier. Ja, ja, dat is het voornaamste. Dat is zoiets waar ze naar opkijken, naar een grote... Naar een grote ploeg, dus ja. Ja, die gillen mogen langs daar gaan, zo'n par là. Het uitstekende werk van het opleidingscentrum werpt zijn vruchten af. Onze U10 won een paastoernooi na winst in de finale tegen Club Brugge. Onze U17 won de Future Cup in Amsterdam voor de derde keer in 5 jaar tijd. En onze U19 speelt deze vrijdag de halve finale van de UEFA Youth League. Ce sont de très très beaux résultats, ce sont des tournois prestigieux. Et puis oui, ce que les U19 réalisent cette saison-ci avec les qualifications pour la demi-finale de la UEFA Youth League, la Champions League des jeunes, ben là, j'ai pas beaucoup de mots pour qualifier ce genre de prestation, si ce n'est qu'exceptionnel, quel difficile mot. Ik heb 10 jaar eigenlijk voor Ajax Amsterdam gewerkt en ik durf nu stellen, zonder chauvinisme, want daar wil ik eerlijk in zijn, ik bedrieg mijn eigen niet, wij zijn zeker zo goed of zelfs beter dan Ajax Amsterdam op dit moment.